Het probleem met een bottomplay is dat het zit al in het woord zelfs. Ja. Jij probeert de bodem te vissen. Je probeert op het laagste punt in te stappen. Ja. En we weten gewoon uit de praktijk dat dat niet altijd de bodem is. Nee. Hey, welkom bij DoopieCash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. In deze video gaan we met jullie praten over wanneer je positie moet nemen in een altcoin. Vinden veel mensen nog steeds moeilijk. Wanneer je positie moet nemen in een altcoin. We hebben het laatst in een altcoin video gehad over, volgens mij was dat over het scannen van setups. En toen hadden wij een aantal setups waarbij we bijvoorbeeld een bottomplay konden spelen. En toen zeiden wij, deze skippen we. En toen kregen we heel veel de vraag van mensen, ja, maar waarom skip je die dan? Dat is toch de bodem? Dat is het punt wat je niet wil verliezen. Die moet je dan toch spelen? Dat is toch normaal gesproken de no-brainer? Het kan. We gaan in deze video ook uitleggen waarom. En we gaan ook uitleggen waarom niet. Ik denk dat we gewoon gelijk richting de chart gaan. Ja, en ik wil ook wel gelijk doorgaan op dat no-brainer. Kijk, no-brainer met een bottomplay is altijd. Het probleem met een bottomplay is dat het zit al in het woord zelfs. Ja. Jij probeert de bodem te vissen. Je probeert op het laagste punt in te stappen. Ja. En we weten gewoon uit de praktijk dat dat niet altijd de bodem is. Nee, goed. We gaan eventjes een switch maken richting de chart. En dan kijken we naar dit voorbeeld als allereerst. Lekker. Dit is dus een voorbeeld waarbij je niet instapt. Nee. Aan de andere kant, als je dit daarvan maakt, dan zeggen ze ineens weer, hey, bottomplay. Ja. Maar je weet niks nog op dit moment. Dus dit is in ieder geval een setup die we sowieso even links laten liggen. Wat sowieso heel crazy gaat. De afgelopen dagen heb zelfs meer volume gedraaid als Bitcoin op een bepaald moment. Echt crazy. Ja, maar dit koop je met een gelukje en dan heb je een masseltje. Dit heeft niks met traden te maken. Dit is het. We hebben het in de video's natuurlijk ook aangehaald, het volume op Shiba. Je kan er wel serieus op traden. Jawel, hier, maar hartje serieus kunnen traden. Want als ik hem nu even naar lage tijdsframe kijk, dit is gewoon even een correctie van 35% op de lower timeframe. Ja, in 2 uur. Dus dat is gewoon rekt. Crazy. Dit laten we in ieder geval even links liggen, maar we gaan kijken naar de setups die wel interessant zijn. En we leggen ook uit hoe, wat en waarom ze dan interessant zijn. Ik zal deze nog even een klein sleepje geven. Kunnen de mensen alles goed in beeld zien. Oké. Laten we als eerste eventjes, want we hebben er een aantal uitgezocht met een setup waarbij we het jullie duidelijk kunnen laten zien en waarbij we het goed uit kunnen leggen. We gaan eerst even kijken naar Aave. Ja, het heeft ook onlangs nog best wel een hele mooie prijssprong gemaakt. Ook een post over gemaakt en dan zeggen heel veel mensen, ja, hoe kan je daar nou in godsnaam in zitten? Want heel veel mensen stappen dus in die candle in. Ben je te laat. Ja. Dan ben je dus weer aan het FOMO kopen. FOMO buyen. Het gaat er heel erg om. Kijk nou eens een keer naar de structuur. Je hebt in dit geval 2 keuzes. Je kan een bottomplay doen. Ja. Dus dat is gewoon een terugtest uit het verleden op echt een low. Of je kan een lokale structuur gaan traden. Kijk, en een bottomplay. Dan hebben we het over dit soort prijsactie. Dan kijken we naar bijvoorbeeld... Deze. Ja. Het is de onderzijde van een range waarbij je, wat is het, vanaf begin dit jaar hebt getraind. Je hebt begin dit jaar boven deze resistance getraind. Op een gegeven moment... Altijd kat in bakkie was gewoon een lekkere trade steeds. Altijd kat in bakkie. Dus dan zou dat nu ook zo moeten zijn, denk je dan. Oké. Hier ligt de opening voor een eventuele bottomplay, voor een eventuele positie. Want we hebben gezien dat dat zo is. Nou, we hebben vanaf hier... steeds lagere toppen neergezet. Lagere toppen neergezet. Dat betekent gewoon, we zijn deze kant op. Het is gewoon risky. Aan het traden. Ja, we zijn die kant op aan het traden. Ja. Het is gewoon risky. Maar de bottomplay is een no-brainer. Nou, als de bottomplay een no-brainer was, dan had deze waarschijnlijk hier goed uitgepakt. En dat is... je ziet... Kijk, wat je hier al ziet, wat er direct gebeurt, is eigenlijk als je hem verliest, je trekt hem. Test hem terug. Ja, dat is conformatie gewoon van, nou, dit is rekt, jongens. Weet je, we gaan nog lager gaan. Ja. Dan moet je er ook even afblijven. Alles mag weg. Ja, dan moet je er inderdaad ook even van afblijven. Dat is wat je moet doen. Wat is de veel betere en ook veel veiligere manier? Want daar gaat eigenlijk dit filmpje over. Ja, we kijken eigenlijk naar deze move. Die zien wij. Dat is de move. Neerwaartse trend. We spelen deze dus niet. Nee. Omdat we hier niet de conformatie hebben... dat er iets positiefs in zit. Mm-hmm. Je wil de confirmatie hebben dat het eventueel aan het kantelen is. Ja. Hier zie je alleen nog steeds lagere toppen, lagere bodem. Druk is gewoon naar beneden. Dat betekent dat er selling pressure is. En dat wil je niet. Zo moet je het ook bekijken. Zo moet je het ook echt in je hoofd gaan bedenken. De prijsdruk is neerwaarts. Wanneer ben ik pas geïnteresseerd om weer te kopen? Als er dus iets verandert, als er iets kantelt. Kijk. We gaan dus van, nou, moet je het bearish, neergaand, maakt niet uit hoe je het noemt. Ik wil in die uptrend weer komen. Ik wil bullish, ik wil prijsmomentum hebben. Als je dan op de chart gaat kijken en je kijkt terug in het verleden, ja, dan zie je hier, dan zie je hier, dan zie je hier ook weer een range die boven dit lijntje die ik nu net neer heb gezet gevormd is. Dus deze range heb je confirmatie van. Je hebt confirmatie vanaf de onderzijde. Dit is ook een nice leveltje. Ja. Kan je die dan wel spelen? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde scenario als wat je hier ziet. Maar wat belangrijk is, en dat is waar je naar moet gaan kijken en waar je naar moet gaan zoeken. Je zet op een gegeven moment een low neer. Ja. Dan zet je vervolgens een high neer. Dan heb ik het over de lokale constructie die we zien. Dan zet je een higher low neer en dat is het interessante punt. Ja, maar dan, weet je wat je ook doet? Je gaat traden vanuit kracht. Je bent naar die kanteling op zoek, want je hebt die kanteling niet. Ik had het heel even weg, weer, dat was goed. Sinds dit prijspunt heb je er net al aangegeven, je hebt steeds je lower highs, je hebt steeds je lower lows. Kijk gewoon naar de chart, want de chart liegt niet. Er staan geen kantelingen van constructies, die staan daar gewoon niet. Het enige tot punt waar hij naartoe rolt, die punt is naar beneden. En we hebben het hier eerder gezien op een heel lokaal prijspuntje. Hier zie ik al wel een hele voorzichtige kanteling. En dan zie je, nou dan zit je nog steeds tegen de trend, maar het is wel een goede trade. Ja. Uiteindelijk de echte bodem. Moet je die gaan spelen? Heel erg moeilijk. Als we iets meer inzoomen, dan zien we dus hier. Ja, het kan hè, want de mensen waren een beetje in de war daardoor, omdat wij ook vaak een box tekenen op een bepaald niveau. Het kan zeker. Alleen als je voor de zekerdere trade gaat, dan ga je op zoek naar confirmaties. Dan ga je op zoek naar bevestiging van je structuur. Ik trade veel liever zo dan dat ik een bondplay trade. En wat mensen dan ook gelijk vragen is dan, ja, hoe zit het met de pace? En dat is het voordeel echt als je uit een tegenovergestelde trend komt. Ja, eigenlijk heel veel prijsacties staat al aangegeven, want al je swings die hier op staan, al je TP's, al je die kan je allemaal intekenen en dan kan je zelf nog bepalen, wil ik aan de onderkant, wil ik aan de bovenkant erin zitten. Maar het maakt het zoveel makkelijker. Je bent niet meer aan het gokken, je bent niet meer aan het denken, oeh, nou hij staat toch wel zo erg laag, we zijn zoveel gedaald, laat ik maar even instappen. Nee, je bent in control, betekent dat je niet meer uitgestopt kan worden, absoluut, want de structuur kon nog steeds verloren worden. Alleen je weet wat je aan het doen bent. Je weet waar je entry ligt. Je weet waar je stoploss ligt. En je kan zelf invloed uitoefenen. In deze prijsactie zeggen, ik ga hier instappen, omdat er hier ergens in het verleden een bottomplay ligt, dan heb je de kans dat die gewoon lager gaat. Ja. Want je hebt geen bevestiging van eventuele sterkte. Die heb je niet. Je kan daar support verwachten. Je kan verwachten dat daar orders liggen, et cetera. Ja. Dat kan. Maar dan ga je dus uit van, ik verwacht of ik hoop dat die daar houdt. Als je nou een constructie ziet die dit doet, dit en dan dit, ja, dan kan je zeggen, hé, wacht even, ik verwacht hier dat we gewoon standaard. Ik zie de constructie kantelen. Ja. We hebben hier een low, we hebben een high, we hebben een higher low. Ik kan eventueel gaan kijken naar het vasthouden van de higher low en het voortzetten van de constructie waarmee we aan het bouwen zijn. Ja, en dat is een veel zekerdere trade dan dat je zegt, ik ga hopen op die bottomplay en dat die daar houdt. Dit is wat ik prefereer, wat ik sneller toepas op een Bitcoin, main bearings, op een Ethereum, hoog volume, betrouwbare prijsactie. En dit is wat je toepast altcoins. Op altcoins. Meer volatiliteit, meer onzekerheid. Dus ga je uit van een positie die jou iets meer houvast geeft, die iets meer zekerheid geeft. Ja, we kunnen nog wel even een andere... Ethereum en XRP hebben dezelfde soort prijsactie op dit moment. Dus dat kunnen we ook wel even laten zien. Ja, eigenlijk, je herkent gelijk al de prijsstructuren. Dus je ziet hier gewoon neergaande trend. Nou ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat is allemaal niet zo spannend. En dan... maar ik zie hier ook direct... Wat ligt hier? Ja. Een bottomplay. Ja. En die had ook gewoon er doorheen gegaan en verder omlaag. Ja. En dan zie je dat zelfs op een grotere pairing, nou hier zet je je low neer. En dan wil je op een gegeven moment, je wil gewoon iets gaan gainen. Het maakt niet uit wat, je kan dit namelijk, hij staat nu op de 4 uur. Van mij doe je het op de 3 minuten, het interesseert me niet. De constructie is altijd ongeveer hetzelfde. Wel de lagere tijdframe, meer ruis. Ja, daar moet je rekening mee houden. En als je deze constructie ziet, je ziet hier een low, je ziet hier een high. En vervolgens gaat het verder omlaag. De constructie wordt niet bevestigd. Nee. Nou, en als je op een gegeven moment die constructie echt gaat kantelen. Ik denk dat hier op de lage tijdframe hier zelfs zo'n constructiekanteling zit. Maar waar je dan instapt, maakt niet meer uit. Nee, maar de target waar je naartoe gaat, zijn ook al duidelijk aangegeven. Ja, we hebben eerder een video gemaakt over reversals. De echte bevestiging. Je zet op een gegeven moment tijdens het dalen, zet je ergens een dieptepunt neer. Dan krijg je een hoogtepunt. Dan krijg je een higher low. En de higher high is de bevestiging van je constructie. En dat is het. Dat is het laatste puzzelstukje van de constructie die jou de... bevestiging en het stukje houvast geeft. Is dat een 100% garantie? Die heb je nooit. Maar dat is wel de bevestiging van je constructie. Ja, en wat heel vaak mensen zeggen is altijd... Ja, makkelijk. Jullie zoeken de chart erbij. Maar als ik dan bijvoorbeeld een chart pak... En een coin waarvan we weten... Dat die dus... Nou ja, dit is waarschijnlijk nog aan de vorige video... Maar hij is dus niet opgehouden met dat te doen. XRP is letterlijk zo in een prijsimpuls naar beneden bezig. Dus we zitten gewoon in een neerwaarts kanaal. Trend naar beneden... lower highs, lower lows. Hier moet dit nog plaatsvinden. Wanneer ga ik XRP kopen? Ik weet dat super XRP-fans zijn. Laat ik ze kijken. Nou, het is nu toch wel heel goedkoop. Keer op keer op keer ben je hier rekt op gegaan. Ja, en wat zie je dan en waar moet je op letten? Je hebt ook hier weer een low. Je zet een high neer. En een lower low. Ja. Dus je gaat verder omlaag. Ja. Vervolgens zet je wel een nieuwe high neer. Maar de constructie is daarmee niet bevestigd. Nee. De neergaande move is nog steeds intact. Ja. Wat wil je dan zien bij zoiets als een XRP? Dit kan de echte low zijn. Vanuit de low. Dan wil je hier een high zien. Ja. Dan wil je hier een higher low zien. Ja. En dan wil je hier een higher high zien. Waarom hier? Omdat je ook hier weer dat stukje dan wil gainen. Je wil gewoon... Dat is je constructie. En als je daarbij ook nog eens een keer een gain kan maken, is dat weer een extra conformatie bovenop de constructie. Je wil gewoon momentum zien. Kanteling van constructie. En dan weet je dat je in de goede hoek zit. Je zit aan het begin van de impuls. Je zit aan het begin van de trend. 80, 90% van de mensen komen weer bij die Shiba chart. Die stappen in als het veel te laat is. Dit is het goede moment. Dit is het eerste beste moment dat je in... mag stappen misschien wel in een altcoin. Ja. Dit is een bevestiging. Zonder risico. Ja, dit is een bevestiging. Ja, je hebt altijd risico. Nee, maar dit is een bevestiging. Er is geen momentum meer. Het is aan het kantelen. Ja. We gaan de andere kant op. Ja. We hebben het hele neergaande gebeuren hebben we waarschijnlijk achter de rug. Hoeft niet eens te betekenen dat het achter de rug is. Hè? Want je liet het net zien bij Aave volgens mij ook wel. Dat je in de trend zo'n constructiekanteling ook makkelijk kan treden. Want daar had je ook 25% opgepakt. Dat is gewoon de bevestiging van conformatie, ik kan nu een positie openen. Ja, maar hiermee haal je gewoon een heel groot stukje weg van... Wanneer is het juiste moment in te stappen? Wanneer mag ik? Ja, omdat dit staat gewoon op je chart. Als die chart alleen maar naar beneden gaat, dan weet je niet wanneer het juiste moment is. En dan vragen mensen, wanneer is dan het juiste moment? Als je dit ziet. Dit is het juiste moment. Dat is hem. Goed, vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje, dat rankt de video weer wat hoger in YouTube en is een blijk van waardering voor ons. Druk je op de bel, krijg je een notificatie als we nieuwe video's plaatsen en onderaan de video komen alle linkjes terug richting www.dopiecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, ons Discord kanaal, supportlinks, platinum, alles vind je terug op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag volgende keer. Laters.